Gie, jij bent niet enkel sponsor van Antwerpen, maar ook al heel lang supporter. Ja, Rudy, ik ga van eind jaren 60 naar Antwerpen kijken, samen met mijn vader. Ik was toen nog een heel kleine jongen, ik heb ook de goede tijden meegemaakt. En nu, sinds een jaar of drie, doen we ook de sponsoring van Antwerpen. Jij was zaterdag ook aanwezig op de wedstrijd tegen Sint-Truiden. Wat je daar gezien hebt, is niet voor herhaling vatbaar, denk ik. Nee, persoonlijk vind ik het heel erg wat daar gebeurd is. Maar buiten mijn persoonlijke mening is het ook wel zo dat naar de sponsors toe dit niet erg goed is, denk ik. Ik denk niet dat veel mensen dit heel graag hebben. En ik denk ook dat de meerderheid van de supporters dit afkeuren. Ik denk dat het echt een minderheid is die deze rellen goedkeuren. Nu, inderdaad, je spreekt het over de supporters. Dat kan een zware klap zijn voor de club financieel, ook op sponsoring enzovoort. Maar jij hebt daar een ander idee over. Jij zegt van kijk, ik ga niet stoppen als sponsor, ik ga een schepje bovenop doen. Ja, dat klopt. Ik ben zaterdagavond naar huis gereden met de tranen in de ogen. Wij zijn onderweg gestopt. Ben ik met mijn vrouw, die ook heel erg Antwerp-minded is. En wij zijn een koffie gaan drinken en we hebben besloten om nog extra te gaan sponsoren dit jaar in Antwerp. Want jij wordt wedstrijdsponsor van Antwerp tegen Roeselare. Ja, dat klopt. Wij gaan Antwerp-Roeselare sponsoren. Wij zijn dan wedstrijdsponsor. En wij weten ook dat dit commercieel gewoon niks opbrengt. Maar wij doen dit met ons hart voor Antwerpen. Laatste vraagje. Je bent zaakvoerder van M-Doors. Wat doet M-Doors? M-Doors is gespecialiseerd in rolluiken, zonwering en garagedeuren. Ik denk dat jij kan rekenen op de steun van de supporters, denk. Bedankt, Guy.